Dit is een film van DS Technisch Team over het vervangen van de gloeilampjes in het instrumentenpaneel van je DS door LED-lampjes. En het eventueel vervangen van de gekleurde glaasjes of lensjes voor die lampjes. Onze wagens zijn allemaal ruim 50 jaar oud. En dan is het natuurlijk zo dat af en toe de lampjes van dashboard of van de indicatorlampjes stuk gaan. En dan is de vraag, ga je die vervangen door traditionele gloeilampjes die er vanaf de fabriek in zitten? Of wil je die vervangen door een LED-lampje? Wat vooral handig is bij de drie lampjes die soms langere tijd branden. Wat het geval is bij het dimlicht, het grootlicht en de achteruitverwarming. Want die lampjes worden warm. En daardoor branden de glaasjes of ze verkleuren heel erg of ze branden zelfs door wat in dit dashboard tellenblok het geval is. Ik ga ze nu dus vervangen door LED-lampjes. We gaan nu eerst het instrumentenpaneel demonteren, loshalen. Dat is niet ingewikkeld, maar je moet wel even op een paar dingen letten. We beginnen bij vier schroeven. Die draaien we los. In de motorruimte moet de tellerkabel bij de splitsing losgedraaid worden, want anders kan die niet naar voren gehaald worden. Stekkers loshalen en dit is een halfautomaat in zijn achteruit zetten, want anders kan het paneel er niet langs. Dit is de kabel van de kilometerteller. Hier zit er nog een zwarte hoes omheen. Die schuif je weg. En dan zit hier de koppeling waar die losgedraaid kan worden. Nu kunnen we het instrumentenpaneel naar voren halen. Dat gaat best lastig. Zo. En dan achter zitten drie stekkers. Een witte, een groene en een gele. Die moet je op het gevoel een beetje loshalen. En dan kunnen we het hele instrumentenpaneel loshalen. Dit zijn de drie stekkers die ik heb losgemaakt en de tellerkabel. We hebben hier het instrumentenpaneel nu losgehaald. Daar zitten twee typen lampjes in. De bajonetlampjes BA9 en de steekfittinglampjes, dat zijn de T10. De steeklampjes zijn 3 watt en de bajonet zijn 2 watt. En dat is gedaan omdat die iets minder warm worden. En daardoor de lampjes die permanent branden, dimlicht, grootlicht en achteruitverwarming, dat die iets minder warm worden en daardoor ook iets minder verkleuring hebben van de glaasjes. Dit alles is ook terug te vinden in de lampentabel van het werkplaatshandboek. Op nummer 510. En dat is onder het hoofdstuk montage elektrische installatie. Maar er zijn wel heel veel varianten van terug te vinden. Dus er zijn ook varianten waarbij er alleen maar steeklampjes werden gebruikt. We gaan nu het instrumentenpaneel openschroeven en daarvoor moeten we eerst deze twee knopjes verwijderen van de dagteller en de controle om de controlelampjes aan te zetten. Die kun je er gewoon aftrekken. We halen nu voorzichtig de voorkant eraf, omdat hier twee meters in zitten, een temperatuurmeter en de benzinemeter, met hele kwetsbare naalden. En nu kunnen we goed bij de glaasjes. We gaan nu deze, zoals je ziet, behoorlijk beschadigde glaasjes vervangen. Dat doen we door dit randje op te lichten en dan het glaasje eruit te laten vallen, zo. Met name de blauwe plaatjes die zijn soms lastig te krijgen. De groene die kun je nog wel eens vinden, maar de blauwe die zijn vaak door de hitteontwikkeling
helemaal niet meer doorzichtig. Dan kun je ze soms nog wat opfrissen met schuurpapier. Maar als dat ook niet meer lukt, dan moet je op zoek naar een alternatief. Die kun je nog wel soms vinden bij, bij specialisten die nog tweedehands onderdelen leveren. En als dat ook niet lukt, dan zijn er ook wel ervaringen met anderen. Dan kun je een plastic fles gebruiken, misschien een donkerblauw plastic fles. Er wordt ook wel geëxperimenteerd met 3D-printers. Maar dat is toch erg lastig, is mijn ervaring, om daar een goed alternatief voor te vinden. Dus het mooiste is eigenlijk wel de originele plaatjes. Dit is nu gelukt. Nu gaan we de teller weer in elkaar zetten, de voorkant monteren en dan de lampjes vervangen. De LED-lampjes die hebben een plus en een min. Daar moet je op letten, want anders dan branden ze niet. Nu kun je het gewoon proberen en hem dus in de fitting steken en kijken of die werkt. Maar nog handig is om het vooraf door te meten. Daar heb je een 12 volt spanningsbron voor nodig. Die hebben wij hier al klaargezet. En dan kun je even kijken wat de plus en de min is en dan een merktekentje op de fitting zetten. De onderste is de plus. Dan ga ik hem in een fittingje doen. En markeren aan welke kant de plus zit met een witte stift of een andere stift. Ik heb op het tellenblok aangegeven met een wit stipje waar de plus zit. Dat is dan ook de kant die moet corresponderen met deze plus op het fittingje. Bij de steeklampjes zit soms het draadje over het voetje heen gebogen. Dan moet je dat terugbuigen zodat het draadje echt aan één kant zit, anders krijg je kortsluiting. Deze lampjes zijn al goed, dus die zijn direct bruikbaar. Daar ga ik mee verder. Even kijken, wit gemarkeerd. Let op, dit zijn de lampjes van de tellers, dus van de kilometerteller en de toerenteller. Die zijn dimbaar, dus als je die nog wilt gebruiken moet je LED-lampjes kopen die dimbaar zijn. Nog even een check of alle stipjes corresponderen van de fitting met op het tellenblok. Dat is het geval, dus we kunnen nu het tellenblok weer, het instrumentenpaneel weer gaan monteren.
Let bij het vastzetten van deze vier schroeven op dat je ze niet te vast draait. Want de kans is dan groot dat de hoekjes afbreken, wat heel vaak gebeurt als de schroeven te strak zitten. Dan gaan we nu nog de kilometertellerkabel weer vastzetten in de motorruimte en dan zijn we klaar. Bedankt voor het kijken naar deze film van DS Technisch Team. Hebben wij u geholpen? U kunt ons helpen met een kleine donatie.